Hallo allemaal, welkom bij het videoweerbericht van vandaag, zaterdag 11 maart. We zijn opnieuw in de koude lucht beland en dat hebben we vanochtend kunnen ondervinden. De dag is gestart met licht negatieve temperaturen, min 1 tot min 2, lokaal zoals een uitschuiver tot min 3 graden. Maar die temperaturen gaan snel oplopen. De zon is er vanochtend vroeg bij en die zon ja, die heeft al wat kracht. We zitten al een stuk in maart, dus die temperaturen gaan vlotjes omhoog. Zij het dat we vandaag natuurlijk niet veel hoger zullen geraken dan een 6 tot 7 graden. De lucht is van oorsprong koud, dus hogere temperaturen laat die eigenlijk niet toe. Verder is het zo dat die zon er aanvankelijk wel goed bij is, maar in de loop van de dag komt er geleidelijk aan toch meer bewolking opzetten. Helemaal verdwijnen doet ze niet, er blijven zeker wel opklaringen mogelijk, maar later vandaag kunnen af en toe toch ook de wolken meer overheersen. De temperaturen die zitten dus op ongeveer normale waarden, maar die zullen wel beter aanvoelen dan ze eigenlijk zijn, omdat er weinig wind staat. De wind die weet het in de ochtend trouwens ook niet zo goed. Die heeft dan een voorkeur voor het noorden, maar draait een beetje rond. En tegen vanmiddag zoekt hij dan een meer zuidelijke richting op en gaat dan zwak tot matig waaien. Het blijft ook de hele dag droog. Vanavond kunnen die temperaturen eerst nog vrij snel wat wegzakken, maar veel kouder dan een graad of twee zie ik het eigenlijk niet worden, omdat er 1 meer wind komt later in de nacht en 2 ook meer bewolking. Die bewolking die neemt echt wel toe en brengt ook zachtere lucht met zich mee. Er kan daar wat regen bij gaan vallen vanaf de latere avond en ook in de nacht zijn er soms periodes met wat lichte regen, geen grote hoeveelheden dit keer. En de temperaturen zitten tegen zondagochtend toch al aan een 6 tot een 7-tal graden. Morgen komen we dan weer helemaal in de warme lucht terecht. Kwik loopt op richting 12 graden zelfs. Aanvankelijk is dat in de ochtend met wat gemiezer. Het is grijs, een beetje lichte regen of motregen misschien, maar geen grote hoeveelheden. Later op de dag komen er dan geleidelijk een paar schuchtere opklaringen. En morgenmiddag kan het zelfs een wat vriendelijker weerbeeld opleveren met die hogere temperaturen. Maar hou wel rekening met wat meer wind uit een zuidwestelijke richting dan. En dan blijft het zacht. De nacht naar maandag komt er regen opzetten, minima van 8 à 9 graden. En maandag overdag, ja, dat wordt toch wel een onstuimige dag. We komen dan nog dieper in de warme lucht terecht, met maxima die zelfs richting 15 graden kunnen oplopen. Aanvankelijk kan er in de ochtend nog wat regen zijn, maar dan draait het om buien. In de loop van de dag kunnen dat zelfs forse buien worden. En er komt ook veel wind te staan. Die wind die kan zelfs hard tot stormachtig worden aan de kust. En dat zijn flinke uitschieters mogelijk, misschien wel tot 80, 90, 100 km per uur, wie weet. Het zal allemaal afhangen van de precieze baan van een stormdepressie die maandag dichterbij komt. Vervolgens zet ik er nog weer eventjes de pluim bij. Daar zie je dus duidelijk de koelere zaterdag, gevolgd door die warme zondag en maandag vooral dan. Maar dan gaat de koude lucht weer aan zet komen. Dus in de loop van dinsdag komen er buien. Dat kunnen zelfs winterse buien worden. En tegen woensdag zitten we dan weer in de koude lucht met mogelijk zelfs wat winterse neerslag. Dat moet nog in detail bekeken worden, al lijkt het meer om een paar verspreide winterse buien te gaan. Na woensdag gaat de zachte lucht snel weer terugkeren, dus die strijd die we ook de voorbije week al zagen tussen die koude en die warme lucht, die blijft de komende week gewoon doorgaan. En wat je ook op de neerslagpluim ziet, dat is de tweede lijn onderaan, dat het dikwijls een grote neerslaghoeveelheden blijft gaan. We blijven dus in een erg wisselvallig, winderig en nat weerbeeld zitten, met dit weekend een klein beetje de uitzondering daarop. Alvast bedankt voor het kijken. Tot morgen. Morgen is het zondag, dan zijn we ook weer iets later met het weerbericht. Maar het komt er zeker en vast wel aan. Dag!